Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Smulders Media Productions. Lieke Engel, ik ben 22 jaar en ik heb het VMBO gedaan. Ik ben Carlo Jorritsma en hier op de FAVO heb ik een HAVO-diploma behaald. Maar ik heb het merendeel van mijn vakken VWO-niveau gedaan. Alleen de exacte vakken, daar ben ik niet zo goed in, dus die heb ik HAVO gedaan. Ik ben Noortje, ik ben 19 jaar oud. En ik ben vorig jaar ben ik naar de FAVO gekomen om HAVO te doen. Ik had er 2 jaar voor uitgetrokken, maar toen had ik het toevallig in 1 jaar. En toen wist ik niet wat ik wilde gaan doen, dus ik denk ik ga ook VWO doen. Toen trok er weer 2 jaar vooruit en toen nu haal ik het weer in 1 jaar. Nou, ik ben Marcel Den Bree, ik ben 21 jaar. Ik woon nu 3 jaar in 's-Hertogenbosch en hier op het FAVO heb ik eerst mijn VMBO gehaald en ik ben nu bezig met mijn HAVO. Omdat ik en normale scholen niet zo goed samengaan. Dus iets meer dan 2 jaar geleden. En Tom Traject is bij mij op de stoep gekomen en die zeiden van, volgens mij wil jij naar school. Zie ons als Sinterklaas en waar wil je heen en wat wil je doen? Die betuttelende regeltjes allemaal en briefjes halen en nakomen. En ja, een beetje uit de hoogte van docenten naar leerlingen toe. Dat ze je niet al, ja, als een klein kind behandelen, daar hou ik gewoon echt niet van. En op het FAVO is het heel anders. Omdat ik mijn middelbaar onderwijs niet heb kunnen afmaken, vroegtijdig heb moeten afbreken. Daarna ben ik naar het MBO gegaan. Dat was ook niet geslaagd en ik wilde eigenlijk toch wel een vooropleiding halen. En het FAVO bood daarvoor de uitgelezen kans. Ik ben vanaf de middelbare school ben ik op het laboratoriumonderwijs gekomen in Oost, MLO, op de ROC De Leygraaf. Mm-hmm. Dat bleek het toch niet helemaal te zijn. De introductiedagen lieten het dan wel iets mooier zien dan dat het was. En na 2 jaar, sowieso ben ik niet zo goed in exacte vakken. Nou, dat werd een probleem. En het trok me ook helemaal niet meer. Dus toen ben ik van de school afgegaan. En toen kreeg ik van de gemeente een brief van het TOM-project, Traject op Maat. Traject op Maat. En dat is voor jongeren die geen startkwalificatie hebben. Dus een VMBO of een niveau 2 diploma. Nee, zeker niet. Ik ben helemaal tevreden over het verhaal van eigenlijk. Ik ben dolgelukkig. Ik ben geslaagd, dus. Dat gewoon iedereen gewoon normaal leuk met elkaar omgaat. Het heeft mij ook echt laten zien dat ik ook gewoon student kan zijn met gezellig in de klas zitten, gezellige klasgenoten hebben. En dat het leuk kan zijn, school. Ik ben eigenlijk al meer dan tevreden. Ik heb sowieso een vooropleiding, ik heb een startkwalificatie, dus ik ben eigenlijk tevreden. Ik werd hier serieus genomen. De voldoende begeleiding. Het goed zelfstandig werken, zeg maar. Daarvoor krijg je ook echt gewoon de tijd en de ruimte. En er zijn zat ruimtes voor. En de leraren die gaan gewoon die behandelen je als volwassenen. En niet als, natuurlijk wel als scholier, maar niet als een puber, zeg maar. En dat is wel fijn. Sowieso de betrokkenheid van de leraren. Alle leraren die ik hier heb gehad, die zijn altijd erg betrokken. Ook gewoon buiten hun vak om, dat ze bijvoorbeeld vragen van hoe is het met je en zo. Ik ben op mijn vorige scholen gepest geweest. Ik ben weggepest, letterlijk. En ze geloofden niet dat ik gepest werd. En hier ben ik gekomen. Ze hebben mijn verhaal gehoord van hoe, wat en waar. En toen hebben ze gezegd van oké, we zien gewoon hoe het gaat. En als er iets is, dan trek je gewoon gelijk aan de bel. Maar het is gelijk goed gegaan. De klassen zijn over het algemeen klein. Nou, dat is voor mij in ieder geval ook een groot voordeel. Ja, en de werkdruk die is toch hoog. Dus dat is dan weer een nadeel ten opzichte van een gewone school. Maar goed, je bent wel eerder klaar natuurlijk met je VWO. Nou, bijvoorbeeld als je naar mijn geval gaat kijken. In ieder geval dat geval, dat als jongeren gewoon een middelbaar onderwijs niet af kunnen maken, dat ze daarvoor nog wel gewoon de gelegenheid kunnen krijgen. Nou, dat ook leerlingen zoals ik sowieso. En dat die ook gewoon een normaal diploma kunnen halen. Oh, nou, het is heel belangrijk. Het is een soort vangnet natuurlijk ook, FAVO. Heel veel mensen die ik hier dan als klasgenoten heb, die zijn op de middelbare scholen om, wat voor reden dan ook, daar ging het niet. Sommigen hebben ruzie met de leraren, anderen die zijn uitgevallen en
komen een lange tijd terug. Als je dan zo'n verkort traject kan doen en ook met wat ik al zei, dat de leraren erg betrokken zijn op een hele comfortabele manier, dan is dat een stuk fijner, want dan ben je veel sneller ben je weer bezig met de vervolgopleiding. Je hebt ook bijvoorbeeld, ik heb in de klas iemand, daar heb ik mee gepraat en die zei van ja, op een gegeven moment had ik het na 4 jaar, werd ik zo verveeld en zo op die school, waar die, op zijn reguliere middelbare school. Mm-hmm. En hier kan het allemaal in een veel kortere tijd, want hij wilde gewoon naar de beroepsopleiding toe. Studenten als ik, en met, ja, die geen diploma hebben en die willen, vooral die willen, want die halen het ook. Zo zie ik het. Sowieso dat ik mijn diploma's heb gehaald. Helemaal blij. En ja, gewoon docenten. Gewoon de leuke omgang met docenten. De leraren. Ja? De leraren en de lessen, ja. Zeker weten. Eigenlijk het hele geheel. Er zijn heel veel leuke momenten geweest. Maar kunstbeschouwing, dat was echt iets waarvan ik denk van... Dat vind ik echt... Ja, een schepje erbovenop nog. Blijdschap, vriendinnen. Ik heb een hele leuke vriendinnen hier ontmoet. Hele leuke vrienden. En ja, gewoon de sfeer met de klas. Die was heerlijk. Soms had ik zoiets van slik. Ze zijn wel heel jong. Dingen die ik al lang mee heb gemaakt. Maar dat, ja, dat hoort erbij, denk ik dan. Zeker als je als ouder erbij komt. Favo in Den Bosch een cijfer geven? Nou, toch zeker wel een 8. Een 8,5. Sowieso vanwege het feit dat alle lessen waar je dan ook een probleem mee hebt, daar kun je gewoon naar een leraar gaan en die gaat je daarmee helpen. Dat heb ik eigenlijk bij alles gehad. Er wordt echt naar de leerling gekeken. Het is niet zo dat ze kijken van dat is een nummer, we hebben zoveel leerlingen. Nee, er wordt echt aandacht aan je besteed. En ja, ook al is de werkdruk hoog, het wordt toch door de leraar op een goede manier in een jaar toch in een programma verwerkt. 7,5 aan 8. Het is 7 en 8 wel. Okay. Jawel. Wel hoog. Okay. Voor mij staat het echt hoog. Okay.